Ik open de vergadering van de tijdelijke parlementaire onderzoekscommissie ICT voor wat alweer onze zesde hoorzittingsdag gaat worden. En wij spreken als eerste vandaag met mevrouw Gerkens. U was, ik zal even de commissie voorstellen aan u voor zover nog nodig. De heer Van Meenen van D6. Nee, we noemen daar nooit de partijen bij. De heer Van Meenen, mevrouw Fokke, mevrouw Bruin Slot en de heer Ulenbelt. Mijn naam is Elias. U was een jaar of acht, van 23 mei 2002 tot 17 juni 2010 om precies te zijn, lid van de SP in de Tweede Kamer. En u bent sinds een jaar lid van de Eerste Kamer voor die partij. U heeft van alles nog wat gedaan. U heeft zich bemoeid met popmuziek, met de Woekerprijzen bij toegangsbewijzen, van alles nog wat. U roerde zich. Hoe kwam toch dat wat suffig ogende ICT in dat swingende rijtje terecht? ICT is helemaal niet suffig. Ogend. Ja, misschien ogend. Maar vertel. Nou, dat kwam eigenlijk vanuit mijn hoedanigheid van lid van de Commissie Economische Zaken. Dan komen die onderwerpen daar naar boven. Het eerste wat ik me kan herinneren waar ik mee bezig ging was met open source en open standaarden. Toen de tijd ook nog samen met de motie Vendriek. Ja, en ben daar langzamerhand meer ingedoken en ingerold. Misschien komt het ook omdat ik een early adapter ben. Dus ik was in 1995 al druk bezig met het internet. En had daar dus ook wel wat mee. Ik denk dat de mensen early adapter wel kennen. Maar we proberen zoveel mogelijk rare Engelse termen te vermijden. Okay. Maar u was er vroeg bij, kort en goed, met de ICT. U heeft ook wel eens gezegd in een van die interviews die we hebben nagelezen... met de nieuwe generaties en jongere Kamerleden zou het wel eens wat beter kunnen gaan, omdat die niet leiden aan de stuitende onkunde waaronder de oudere generatie Kamerleden leidt. Vindt u dat er verbetering is opgetreden sinds u weg bent? Het gaat niet om onkunde, maar het gaat om angst, denk ik. Nee, ik denk niet dat er verbetering is opgetreden. Was minder leeftijdgebonden dan u veronderstelde. Nou, de vraag is hoe jong de Kamer nu op dit moment is en of ze voldoende jong zijn. Ja. Maar oké, dan misschien een voorschotje op de rest van het gesprek. Hoe verklaart u dat de Kamer zo weinig interesse heeft? Ja, u dan niet, maar de Kamer als geheel doorgaans, zie je daar natuurlijk uitzondering, maar zo weinig interesse heeft in ICT? En wat ik zeg, ik denk echt dat het angst is. En we hebben het toen de tijd ook met de werkgroep wel vergeleken met hoe het onderwerp financiën zich ontwikkeld heeft in de loop der jaren. Als je zeg maar zo'n 20 jaar terugkeek, dan was financiën niet een heel groot item. Er waren specialisten, die hadden verstand van de boekhouding, van hoe de cijfers eruit zagen. Als je nu zou zeggen van, ik heb geen verstand van financiën als Kamerlid, dan zou je behoorlijk om de oren geslagen worden. Nou, hetzelfde geldt met ICT. Mensen zijn bang ervoor, die vinden het eng, begrijpen het niet, denken ze. Dus ze blijven ervan weg. Maar eigenlijk zou u allen om de oren geslagen moeten worden als u zegt van, ik heb geen verstand van ICT. Nou, u begon al zelf, u zei de werkgroep. Daar gaat mevrouw Fokke over door. Ja. Ja, ik wil het inderdaad graag met u hebben over de werkgroep Gerkens, zal ik maar zeggen. Volgens mij, eigenlijk als ik in de stukken kijk, was het officieel de werkgroep ICT. Kunt u ons meer vertellen wat nou eigenlijk de aanleiding was om te starten met deze parlementaire werkgroep? En de aanleiding was toenertijd een bericht in Trouw door Chris Verhoef, die u ook gesproken heeft. Die daar zei dat er een betuwelijn per jaar weggegooid werd aan geld bij grote ICT-projecten. En we hebben toen besloten dat we daar een onderzoek naar wilden doen. Op dat moment vonden wij het nog niet nodig om daar een parlementaire onderzoek naar te doen. En hebben besloten dus een werkgroep op te richten die daar nader in zou duiken. En wat ik me afvroeg, want dat lees ik ook in de stukken. Eigenlijk parallel daaraan liep het onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Was dat een bewuste keuze van de Kamer om eigenlijk, de Algemene Rekenkamer was bezig met een onderzoek, de Kamer startte zelf een onderzoek. Zat er een gedachte achter om dat parallel te laten lopen? Ja, in feite wel, omdat we vonden dat we ook als Kamer onze eigen verantwoordelijkheid moesten nemen. En ook met name te kijken naar welke rol de Kamer zou kunnen spelen bij het verbeteren van het geheel. Dat heeft ook toegeleid dat wij uiteindelijk met een handreiking zijn gekomen, veel eerder gericht op wat kunnen we als politici nou doen om dit proces te verbeteren dan wat kun je aan de ambtenaarkant doen. Dus ik kan het eigenlijk zo zien dat
de Algemene Rekenkamer en de werkgroep in die zin elkaar heel mooi aanvulden. Ja, dat was complementair. We hebben toen de tijd ook met de Algemene Rekenkamer gesproken over een aantal projecten. En eigenlijk, dat is ook in de conclusie toen zij dat onderzoek hadden gedaan, er was niets nieuws onder de zon en is nog steeds niet nieuws onder de zon. Ja, en dat was ook wat je terugzag in de conclusie die zij naar ons toe teruggaven. Als je het hebt over hoe manage je die projecten, dan is het gewoon goed projectmanagement. En dat gebeurt niet op die projecten. Dus daar kan je 10 keer een boek over schrijven, maar volgens mij moet je dan gewoon het beter gaan doen. Daar gaan we het straks nog over hebben, hè, want uw werkgroep is ontstaan naar aanleiding van besloten in procedurevergadering in 2008. Nu is het 2014. En nu zitten wij hier natuurlijk weer. U had het al over conclusies van de werkgroep. Welke conclusies van de werkgroep vindt u eigenlijk het belangrijkst? Dat is moeilijk te zeggen, van wat is de belangrijkste conclusie. Een van de dingen die wij geconcludeerd hebben, en dat is denk ik voor u van groot belang, is dat de Kamer haar controlerende taak op dit gebied gewoon niet goed uitoefent. En dat heeft volgens mij ook weer te maken met die angst die er is voor ICT. Het is bijna iets waar, misschien toch wel leeftijdgebonden, als ik naar een aantal Kamerleden in mijn gedachten laat gaan die wat jonger zijn en daar wat meer passie bij hadden, dan wel dat iemand uit het vak kwam om daar op te acteren. We hebben toen ook, meneer Elos, ik zou hem nog moeten kennen, een heel mooi kaartje uitgedeeld. Het zat alle in Kamerleden. Een pen ook, hè? Het zat ook in een pen nog. Met inderdaad de handreiking met van welke punten kan je nou op letten als je naar grote ICT-projecten kijkt. En in het rapport van ons staat daar nog een hele uitgebreide lijst van. Ik denk dat daar niks mee is gebeurd. Ik denk dat dat papiertje en de pen, toen die leeg was, in de prullenbak is verdwenen. En dat hadden we eigenlijk ook wel voorzien. Daar waren we ook bang voor dat zou gaan gebeuren. Omdat ICT is gewoon niet een hot item. Het is niet een item waar je als politicus op kunt scoren in die zin van het gaat om onze pensioenen of het gaat om werkgelegenheid of dat soort zaken. Maar het is daardoor iets wat onder de radar doorvliegt en dus heel veel verspilling teweeg brengt. En dus hebben we ook gezegd van je zou eigenlijk ook de Kamer zelf, de staf, moeten versterken. Maak weer de vergelijking met financiën, wat we toen ook deden. Bij financiën heb je een financiële staf die ook stukken schrijft en aangeeft waar je op moet letten. Nou, dat zou goed zijn als dat ook hier bij de staf in de Kamer zat. En wij hebben toen voorgesteld om daar een deel FTE bij EZ en bij BZK neer te zetten. En dat is toen niet doorgegaan vanwege bezuiniging. Maar als ik u goed begrijp, dan zegt u eigenlijk het belangrijkste, als ik even kijk naar de handreiking. Het belangrijkste vindt u ook vooral de punten voor de Kamer. Ja. Maar dan hoor ik u vervolgens zeggen, de Kamer heeft daar feitelijk niks mee gedaan. Dus de Kamer zet iets op de agenda via een procedurevergadering van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken. Zegt ook de Kamer, parallel aan een rapport van de Algemene Rekenkamer, gaan wij ook zelf onderzoek doen. Uit uw onderzoek komt als een heel belangrijk punt naar voren, Kamer, pak je rol. En de eindconclusie die u hier eigenlijk vandaag, en waar we het ook nog wel nader in dit gesprek over gaan hebben, is dat de Kamer de rol niet heeft gepakt. Ja, dat klopt. Ik vind dat de Kamer de rol te weinig heeft gepakt. En hoe komt dat dan? Want u heeft, als ik naar het dossier kijk, er zijn heel veel algemene overleggen geweest. U heeft toch ook hele kritische vragen aan de minister gesteld. De Kamer, ik mag ervan uitgaan dat als je zelf inderdaad als Kamer een Kamercommissie instelt, dan neem je jezelf serieus. Maar waarom, los van of je nou als jong en oud wel of geen interesse voor ICT, als het zoveel geld kost, hoe kan het dan dat de Kamer haar rol gewoon niet pakt? Ja, dan vraagt u mij een politieke analyse te maken. En ik denk dat dat inderdaad komt omdat het geen sexy onderwerp is. Meneer Elias zei het al bij zijn inleiding, wat suffig ogende ICT. Het is niet een onderwerp waarmee je snel de media haalt. Tenzij duidelijk wordt dat er zoveel geld ergens bij een project verspild is. Laat ik een voorbeeld geven. De jeugdwet, daar vond de Kamer belangrijker dat die er gewoon heel snel kwam, want die moest er komen. En de privacy impact assessment wordt pas achteraf gemaakt. Naar de IT wordt helemaal niet gekeken, dat wordt overgelaten naar de gemeentes, terwijl daar gewoon een enorm potentieel beveiligingslek zit.
Dus ook daar is de inhoud van het onderwerp belangrijker dan de wijze waarop het wordt uitgevoerd. En de controles die we mee kunnen geven bij die uitvoering. En ik denk dat daar toch wel een oorzaak ligt. Maar het is de taak van de Kamerlid om te controleren. En niet zijn hoofdtaak om de media te halen, toch? Nee, dat klopt. Maar ja. De werkelijkheid ziet er iets anders uit. Soms wel, ja. Ja. Kunt u dat wat toelichten? Nou, volgens mij heb ik dat net gedaan. Dus als ik het voorbeeld geef van de jeugdwet waarbij men zegt een privacy impact assessment. Ik weet niet of dat te veel Engelse term is. Maar... Op het randje. Dus het is een controle op wat gaat het doen met de privacy, deze wet. Nou, daarvan zegt de minister dat achteraf toe. En de Kamer gaat daarmee akkoord, terwijl je dat echt vooraf moet doen. Omdat het zo belangrijk is dat de jeugdwet doorgaat. Dus er worden afwegingen gemaakt. En daarmee vertrouwt men op techniek en dat het uiteindelijk daarmee wel goed zal komen. Maar je kan niet zomaar vertrouwen op techniek, en zeker niet als het nieuw gebouwd moet worden of nieuw gemaakt moet worden, zonder dat je weet wat de risico's daarvan zijn. En die zijn dan dus niet in kaart gebracht en dat ebt dan weg. De wet is erdoor, het gaat nu naar de uitvoering en dan komt het achteraf weer als een boemerang op je terug. Nee, maar de achtergrond van mijn vraag is, en ik denk dat wij hier ook wel een beetje weten hoe dat werkt, maar het is wel interessant om het ook in zo'n gesprek expliciet te benoemen, is dat een van de functies van de Kamer als geheel en dus van individuele leden van de Kamer is om te controleren en niet alleen maar om met al dan niet gemakzuchtige lawaaiverhalen in de krant te komen of op televisie te komen. En is een van de oorzaken nu dat ICT taai is, lastig is, kennis vergt, inderdaad toch wat minder sexy dan andere onderwerpen. En dat een van de redenen van de aantoonbare veronachtzaming door de Kamer als zodanig is. Ja, ik denk zeker dat het een rol speelt. En het zal bij de ene fractie meer zijn dan bij de ander, maar ik weet zeker dat dat een rol speelt. Kunt u daar fractienamen bij noemen? Nee, dat kan ik niet zozeer. Dat wil ik ook Waarom niet? U zegt er is verschil, dus ik vraag naar het verschil. Waar is het erger dan bij anderen? Ja, dat durf ik niet te zeggen, omdat ik ook niet weet wat de interne discussies zijn. Maar ik weet dat bijvoorbeeld binnen mijn partij er wel eens discussies over zijn geweest van is het belangrijk of niet. Terwijl ik vind dat een onderwerp als open source en open standaarden, kijken we nu naar de gemeente Ede, die daar echt bakken met, ik geloof, 89% bespaart op de kosten van ICT, omdat ze allemaal over zijn gegaan op open source, vele malen goedkoper zijn. Ja, als ik dat soort voorbeelden noem en zeg van, nou, volgens mij is dat iets waar we wat mee kunnen in deze tijd van bezuinigingen, dan wordt heel vaak gezegd, ja, maar dat is niet een belangrijk onderwerp. Ja, dat is wel een belangrijk onderwerp. Maar u kreeg, gelet op uw activiteiten van uw fractie, de ruimte om dat te doen. Tegen wat voor soort argumenten moest u opboksen die u dan kennelijk met succes heeft weten te verslaan? Maar wat soort argumenten hoorde u dan waar u tegen op moest, ook in uw eigen fractie? Misschien durft u dat dan wel te vertellen. Nou, wat ik zeg, het was niet een belangrijk onderwerp. En ik denk dat men het niet een belangrijk onderwerp vindt, omdat er te weinig kennis is of wat er allemaal mogelijk is. En wat daar ook wel bij een rol speelt, en zeker als je kijkt naar de open source en open standaarden discussie, is dat ook daar een, mag ik het zo zeggen, een beetje in de geitenwolle sokken luchtje soms aan hangt. Dus je hebt daar diverse gradaties in. Je hebt hele gewone degelijke bedrijven die gewoon goede open source producten maken. Tot en met vrijheidsvechters die de hele wereld erbij halen. Maar het wordt vaak in dat hokje neergezet. Dus men wil er dan niet naar luisteren, want ja, dat moet weer zo nodig open source zijn en zo. Er wordt niet meer gekeken naar de reële argumenten die er. Maar dan werd er dus in uw eigen politieke groepering gezegd, joh, pas nou op dat je niet in het hoekje van die groenzoeters terechtkomt. Nee, dat werd er niet gezegd, gelukkig. Maar wat dan wel? Nee. Nou, er werd inderdaad dus prioriteitsstelling gedaan. En de prioriteitsstelling is dan ICT niet altijd bovenaan. Van Menen. Nou, u zit nu in de Eerste Kamer. Is het daar anders? Ja. Kunt absoluut u daar iets over zeggen? De Eerste Kamer functioneert sowieso anders. Omdat ze veel meer tijd hebben ook om inhoudelijk bezig te zijn. En omdat daar de rol van de media natuurlijk niet meespeelt. Wij hebben net een aantal hoorzittingen gehad, ook over de Verre Snowden. En als ik zie met hoeveel diepgang en voorbereiding diverse commissieleden meededen aan dat debat, daar was ik echt van onder de indruk. Kijk, dat is de telefoon. Daar was ik echt van onder de indruk. En dat was veel minder oppervlakkig dan wat ik ooit in de Tweede Kamer heb meegemaakt. Misschien omdat daar mensen zitten die al langere ervaring hebben, meer kennis hebben. Maar zeker ook omdat mensen gewoon echt de tijd hebben om die diepgang op te zoeken en eens na te denken.
Maar komen daar dan ook dat soort vragen, zoals u net noemde bij de jeugdwet, over de jeugdwet, ja, aan de orde? Ja, die hier in uw ogen althans te weinig aan de orde komen? Nee, ze komt zeker aan de orde en ook goed aan de orde. Helaas speelt daar dan weer de politieke kracht een rol dat het toch doorgaat. Maar het is wel veel, ik vind het wel expliciet benoemd. En we zien het ook terug bij andere onderwerpen, dat daar gewoon meer naar, met name de privacy, ook gekeken wordt dan wat we hier in de Tweede Kamer hebben. Zou het bijna, hè, u heeft daar natuurlijk al in verdiept en een handreiking met 10 punten. Maar als ik u zo hoor en ook over de jeugdwet, dan zou je bijna zeggen dat misschien ieder wetsvoorstel standaard een paragraaf zou moeten hebben die sowieso over ICT gaat. Zou dat wellicht een probleem oplossen? Want nu komt het er heel vaak achteraan. Hè? Je behandelt eerst een wet en vervolgens blijkt dat er ook in het kader van ICT wellicht allerlei problemen zijn. Zou het misschien goed zijn om vooraf die stap te zetten? Als je kijkt naar de ICT-problemen, dan zou je volgens mij wat onderverdelingen moeten maken. Je hebt natuurlijk de wetsvoorstellen waarbij ICT nodig is. Je hebt wetvoorstellen om dingen met ICT te gaan doen. En je hebt gewoon de ICT die je überhaupt hebt om de boel werkende te krijgen. Bij de wetsvoorstellen waarbij ICT nodig is, grote projecten zeg maar, waarbij we een systeem gaan bouwen, daar hebben wij met name ook met die handreikingen heel veel dingen over gezegd. Ook om te kijken naar wat de impact is daarvan en om het zo simpel mogelijk te houden. Ik geloof ik letterlijk ergens de vraag, dan kan het ook toe met minder functionaliteiten. Want daarbij leeft volgens mij nog steeds de neiging om het mooier te maken dan nodig is. We moeten gewoon goed voor ogen houden dat ICT blijft een hulpmiddel. Het moet gewoon doen waarvoor je het wil hebben. En eigenlijk niet meer dan dat. Maar het is een beetje een neiging, zoals iedere bestuurder soms heeft, om in een stad een mooie brug neer te zetten of een mooie weg neer te leggen. Van we maken er een mooi groot systeem van. Dat is absoluut ook onder invloed van de lobby van grote bedrijven, die graag ook hun techniek opnieuw vooruit willen brengen. Maar ik vind dat de overheid niet een proeftuin mag zijn voor nieuwe ICT-technieken. Dus je moet dat volgens mij ook heel straight houden. Het tweede wat je hebt is de ICT-projecten die we hebben, waarvan we zeggen we willen dat dat beter functioneert. Denk bijvoorbeeld nu bij Defensie, dus dat soort projecten. Ook die worden vaak veel te groot neergezet. Het is eigenlijk bijna pervers, want je kan bijvoorbeeld als je het open source wil doen, al haast niet een offerte doen omdat het onder de aanbestedingsprijs ligt, omdat het zo goedkoop is. Dus je hebt geen echte marktwerking, je zit met een paar grote partijen die dat aanbieden en ook die projecten worden veel te groot gemaakt en niet opgeknipt. En het derde en het grootste probleem, denk ik, waar we volgens mij nog, ja, waar stiekem heel veel geld naar wegvloeit. U heeft er misschien wel van gehoord, de verlenging van de XP-licenties. Voor in ieder geval bij de gemeentes heel veel geld. Waarom is dat? Omdat de spullen die daarop draaien, dus heel veel van de applicaties die we hebben, draaien op Microsoft Windows XP. Of op Microsoft zelf. Microsoft houdt zich niet aan standaarden. Het zijn allemaal vendor lock-ins. Het zijn allemaal systemen waar je niet vanaf kunt. Je zit vastgeklonken omdat er niet een open standaard is waardoor je het aan een ander systeem kunt koppelen. Leveranciersafhankelijkheid, ja, noemen wij dat. Leveranciersafhankelijkheid, dank u wel. En ik zou als dan tegen de Kamer zeggen, van, het zou misschien wel eens interessant zijn om eens een inventarisatie te maken van hoeveel van die afhankelijkheden we hebben. Het is opvallend dat als de Duitse GovCert, dat is de organisatie die de bedreigingen van cybercrime in de gaten houdt, in Duitsland al een aantal keren tegen het bedrijf heeft gezegd, en tegen de overheid, van maak even geen gebruik van Internet Explorer. Gisteren ook weer gehoord, of was eergisteren, met de banken. Want daar zit gewoon een potentieel beveiligingslek. Hier in Nederland is dat niet gedaan. En mijn vermoeden is dat dat niet gebeurt omdat we zo afhankelijk zijn van Internet Explorer dat we niet over kunnen op een andere browser. Ik geloof zelfs u heeft hier in de Tweede Kamer Firefox, maar ook die wordt niet ondersteund volledig. Dus er is gewoon een enorme afhankelijkheid die we hebben opgebouwd en waar we niet van af kunnen. En dan krijg je zoiets als met XP, dan zit je gewoon vast. En dan beloven we ook nog eens tegen Microsoft, nadat we er nog zoveel extra geld aan hebben gegooid, ja, maar we gaan zeker over op jullie volgende besturingssysteem. Nou, volgens mij had je dat helemaal niet moeten beloven. We hadden dus moeten kijken naar wat anders mogelijk is. Mevrouw Baarsot. U had het zo net in een bijzin over de invloed van de lobby van de grote ICT-bedrijven. Hoe zou u die lobby karakteriseren?
Ja. We hebben niet echt anders dan andere grote lobby's. Wat dat betreft, de sterkste lobby die ik ooit heb meegemaakt zat binnen het auteursrecht. Dat halen zij niet. Maar het is een klein wereldje waarbij wel al heel veel van tevoren verdeeld is. En per definitie werkt de overheid met name de grotere leveranciers. En er zijn er maar een paar. Wij hebben toen in de werkgroep ook gekeken naar signalen die we kregen van mogelijke afspraken die daar zouden zijn. Dat hebben wij niet bevestigd gekregen. We hebben er echt serieus naar gekeken. Maar we hebben dat niet bevestigd gekregen en konden daar dus ook verder niet onderzoek op doen. We hebben daar toen wel de minister ingelicht en ook de Rijksrecherche. Maar het was niet hard te krijgen. Maar het is wel zo dat zodra je met maar een enkele bedrijven werkt, wordt dat risico groter. Je hebt geen echte marktwerking. Dus het is veel duurder, per definitie. Waarover exact ligt u wanneer de Rijksrecherche in? Wij hebben met de werkgroep de Rijksrecherche ingelicht over signalen die we hadden dat er mogelijke afspraken zouden zijn onderling. Wat voor signalen van wie jegens wie? Nu moet ik in mijn geheugen gaan graven. We hebben dat overigens toen ook vertrouwelijk behandeld. Dat zou kunnen dat dat bij de Griffie nog wel bekend is. En de signalen was dat er mogelijke onderlinge afspraken waren, ook met de ambtenaren. En daar heeft u op teruggehoord op enig moment, ja, dat de Rijksrecherche daar geen vinger achter kreeg? Ja, we hebben gesprekken gehad met de Rijksrecherche en we hebben gesprekken gehad met de minister. En ook met degene die ons dat gemeld heeft. Het was één iemand die zei dat, en dit doe ik echt even uit mijn geheugen, die serieuze signalen had en één iemand die vermoeden had. Maar één serieus signaal is te weinig en het vermoeden kon niet harder gemaakt worden. We konden niks meer vinden. Niks wat voldoende was om te zeggen, hier is echt, het was wel rook, maar geen vuur. Maar er is in ieder geval serieus door de Rijksrecherche naar gekeken, dat weet u nog ja, wel. Ja, absoluut. En wij zouden eventueel informatie daarover nog kunnen ophalen of ontsluiten bij de Griffie, via de Griffie. Ja, ik weet. Mocht u na dit gesprek zich nog daar meer van herinneren, dan houden wij ons graag aanbevolen om daarover informatie te ontvangen. Mevrouw Muizel. Meneer Van Meenen? Maar dat sloten die signalen ook aan bij wat u zelf ervaarde of zag? Ik kan me voorstellen dat het voorkomen. Het is soms een heel diffuus gebied en dat is het probleem. We hebben met de SP toen ook een meldpunt gehad over dit soort problemen. Wat gaat er nou mis bij de ICT, bij de overheid? En u moet begrijpen dat dat aanbestedingsbeleid, dat heeft u ook al hier vaker gehoord, dat is toch een vreemd iets. Kleine gemeente, op onderhoud of bedrijfsvoering zitten twee ambtenaren, moet een nieuwe printer komen. Ja, er moet een aanbesteding voor uitgeschreven worden. Maar ja, ze hebben altijd een printer van een bepaald merk. Ik zag een reclame maken. En dat loopt goed. Maar ja, het moet opnieuw aanbesteed worden. En een hele aanbesteding schrijven. Dus ja, die ambtenaar zit een beetje achter zijn oren te krabben. En dan komt de vertegenwoordiger langs van de printer. En die zegt, ik help je wel even met die aanbesteding. Ja, fijn. Uiteindelijk blijken daar een paar specificaties in te zitten die alleen maar kloppen voor die printer, die vertegenwoordiger. Ja, dat kun je eigenlijk bijna niet voorkomen, want op alle kleine dingetjes die aanbesteding doen, ik heb bijna zoiets van wat een onzin. Als die printer goed werkt, werkt die goed en neem gewoon hetzelfde bedrijf nog een keer. Kost allemaal veel meer geld. Dus er zit al een beetje een diffuus verhaal in, ook omdat de kennis ontbreekt bij ambtenaren. Dus soms zeggen bedrijven echt van ja, maar dit is echt, dit moet erin, want anders werkt het niet. Dus het is soms moeilijk echt te zeggen van dat is met opzet gebeurd of niet met opzet. Maar dat er wel eens wat verwarring plaatsvindt, mag ik zo zeggen, dan ja, daar ben ik van overtuigd. Die signalen heb ik ook gekregen. Goed. Ik maak even een spoortje terug naar dat rapport van die werkgroep Gerkens. Over ICT en wat er dan allemaal beter zou moeten. Handreiking, hebben we het over gehad. Wat vond u destijds van de kabinetsreactie op het rapport van u? Ik heb daar wel zo gedachten bij, maar ik wou het u ook gewoon zelf horen zeggen. Ik vond hem eigenlijk tweeslachtig, als ik het zo mag zeggen. Aan de ene kant vond ik hem redelijk mager. En ik merkte ook dat het kabinet afhield een beetje. Zo van, ja, maar zo erg is het allemaal niet. Het kabinet reageerde
bij monden destijds van PvdA-minister Terhorst. Ja, klopt. Ja. Maar ik heb ook met de minister toen meegemaakt dat we een aantal goede gesprekken hebben gehad over hoe kunnen we het nu beter inrichten om die controle beter te maken. Dus de CIO is er gekomen. Terugkijkend vraag ik me ook af of dat wel een goede oplossing is geweest. Het probleem met ICT is dat het zich absoluut niet verhoudt met het huis van Thorbecke. En als je dus ambtenaren in dat proces zet, en het zijn vaak ook nog eens projecten die over diverse ministeries lopen. U weet allemaal hoe dat gaat. Daar zitten politieke belangen achter, daar zitten belangen achter van het ministerie, maar ook de minister. En iedereen houdt zich een beetje vast in zijn eigen positie. En ik denk dat dat met de CIO ook een beetje gebeurd is. Maar wilt u even uitleggen wat u bedoelt met het huis van Thorbecke? En met name in relatie tot zeker de reactie van mevrouw Terhorst in de eerste periode dat zij reageerde op het rapport Gerkens, waarin zij namelijk heel sterk, tenminste dat lezen we uit de stukken, dat mag ik toch wel zo concluderen, de boot afhield. Kunt u even uitleggen wat het huis van Thorbecke daarmee te maken heeft? Nou, ik zal eerst uitleggen wat het huis van Thorbecke is. Het huis van Thorbecke is dat ieder ministerie zijn eigen verantwoordelijkheid heeft over zijn eigen beleid. En ICT is standaardisering, dus alles gelijk maken. En dat betekent dus dat je geen smaakverschillen erin kunt hebben. Dat verhoudt zich niet met ministeries die allemaal hun eigen stempel willen drukken op het product en het project. Die zitten overigens ook op gemeentelijk niveau. Dus ik vind het echt bizar dat we overal opnieuw het wiel gaan uitvinden in de gemeente. Terwijl er al heel veel wielen al in de kast liggen. En dat is eigenlijk denk ik ook een beetje logisch aan de reactie van minister Terhorst. Toentertijd, oud-minister Terhorst. In eerste instantie van ja, is dit mijn verantwoordelijkheid wel? Dat ligt met name bij die ministeries die dat project aangaan. Zij was daar heel stellig in. Ja. Zij zei in een plenair debat tegen u op 13 juni 2007... ik ga niet over alle ICT-projecten van de overheid, dat wil ik ook niet. Ik pieker er niet over om dat tot mijn verantwoordelijkheid te rekenen, omdat ik die verantwoordelijkheid ook niet waar kan maken. Ja, klopt. Had zij daar gelijk in? Ja, daar heeft ze gelijk in. En moet ze daar gelijk in hebben? Nee, niet. Dat zeg ik maar meteen. Nee, ja, het klopt. Als je en dat is het moeilijke van dit idee als het gaat om de verantwoordelijkheid van wat ga je maken en hoe ga je het maken? Nou, laten we even een systeem voor tunnelveiligheid hebben. Ja, dan is het eerste instantie natuurlijk de verantwoordelijkheid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat om te zorgen dat daar een systeem komt die de tunnelveiligheid goed heeft. Maar daar waar het gaat om op welke manier je zo'n project inricht en wat je kunt inbouwen aan controlemomenten om ervoor te zorgen dat het niet uit de hand loopt, dan denk ik dat het gewoon een stukje bedrijfsvoering is. En dat zou je dus bij Binnenlandse Zaken neer kunnen leggen. En dat is ook wat wij gepoogd hebben. Zij heeft ons uiteindelijk ook een overzicht gegeven van alle projecten boven de 50 miljoen die onder handen waren. Om te kijken hoe dat allemaal liep en zo. Maar in feite, je zou bijna moeten zeggen, we hebben een algemene rekenkamer die van alles berekent. Waarom hebben we geen algemene ICT-kamer waarvan je bijna vooraf kunt zeggen van berekenis door hoe zo'n project gaat uitvallen. Is wel naar alle opties gekeken. Want de handreiking lag er, maar ik vraag me nog steeds af ook. Het was ook bedoeld, hè, voor de ministeries, wat daarmee gebeurd is. Nou, we hebben kunnen nagaan buitengewoon weinig. Het lijkt erop dat u terugkijkend een stuk milder bent dan destijds. In het debat zei u, ik vind het ontluisterend, u gebruikt het woord ontluisterend, omdat de minister iedere aanspraak naast zich neerlegt. U was daar heel gramstorig over. Ja, maar ze heeft, nogmaals, ik zei, ze is later wat bekeerd. Dus is, maar ik vind dus inderdaad dat je niet zomaar kunt zeggen het is een verantwoordelijkheid voor ieder ministerie. Dat kan niet bij ICT. Dat is inderdaad overal opnieuw het wiel uitvinden en van de fouten geen lessen trekken. En de muren die er zitten tussen de ministeries, die maken dat bij wat er vandaag gebeurt bij het UWV, morgen gaat gebeuren bij het dienst justitie. Als je die stukken kijkt met de kennis van nu, nogmaals, dat zeg ik erbij, dan kun je je niet aan de indruk onttrekken dan dat de minister eigenlijk zei, dat de minister zich eigenlijk verschool achter dat huis van Thorbecke en de ministeriële verantwoordelijkheid van iedere individuele minister, terwijl zij zeker in de beginfase op geen enkele manier bewoog om te kijken, ja, kunnen we daar toch niet een oplossing voor vinden? Uiteindelijk, daar begon u al over, is die gevonden door een CIO, een Chief Information Officer per departement, aan te stellen, te benoemen, neer te zetten, van die titel te voorzien.
Met overigens als nadeel, zeg ik met een vraagteken in uw richting, dat die op het ene departement veel meer te vertellen heeft en hiërarchisch veel zwaarder is verankerd dan op het andere. U begon net al te zeggen, het is niet de ideale uitkomst geweest. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, ik heb er toen al voor gewaarschuwd dat de CIO niet iemand moest worden van, we hebben nu iemand die het plaatje mooi kan poetsen. Ik had er toen geloof ik een andere leuke uitdrukking voor, maar dat zit nog te ver in mijn geheugen. Misschien heeft u hem. Want het risico... Nou nee, dat is weer een andere. Udebelt wijst erop dat in de markt de titel CIO ook wel wordt gezien als career is over. Oh ja, nee. Nee, die kende ik ook, overigens. Maar dat was volgens mij niet waar. Nee, ik had een andere term, maar goed. We hebben ook wel tegengekomen dat gezien wordt dat het niet moet worden, dat hij of zij niet moet worden beschouwd als een deus ex machina. Wat ik dan hier maar had vertaald als een duizend dingen doekje. Ja, iemand precies. Die alle problemen wil even zo oplossen. Ja. We hebben iemand met een kamer en er staat CEO op zijn naambordje. Nou is het probleem opgelost. Want dat is het ook niet helemaal. Nee, wat wij zochten was echt iemand die met de vuist op tafel kon slaan. En die dus gewoon zag van, hé, hier gaat het fout. Gewoon rechtstreeks naar de minister moest kunnen lopen en zeggen, het gaat hier fout. Punt. En dat betekent dus dat je een bepaalde positie moet hebben, ook binnen zo'n ministerie. Dat je ook serieus genomen moet worden, maar dat je ook de power moet hebben om dat op die manier te zeggen. Dat vraagt ook wel een bepaalde persoonlijkheid. En nou, wat u concludeert is ook mijn conclusie, dat op de ene ministerie beter heeft gewerkt dan op het andere. Heeft dat voorkomen dat er op het ene ministerie ook minder kosten zijn dan op het andere? Dat zou ik niet weten. Dat is iets wat u zou kunnen onderzoeken. Dat zou interessant zijn. Maar het probleem wel van deze CIO is dat hij binnen dat ministerie functioneert. En dus ook weer binnen het systeem van het Huis van Thorbecke. Politieke verantwoordelijkheid ligt bij de minister. Nou, wat doen we daarmee? Dat maakt het moeilijk. Maar je zou je toch heel goed een figuur kunnen voorstellen waarin bijvoorbeeld overheidsprojecten boven een bepaald bedrag in ieder geval ergens onafhankelijk vooraf worden getoetst, voordat er een stempeltje op kan worden gezet van begin maar. Maar dat is wat ik net voorstelde. Dat is, we hebben nu een algemene rekenkamer. Je zou ook zoiets kunnen neerzetten voor de ICT-projecten die ook vooraf kunnen bekijken, niet alleen achteraf voor wat er mis is gegaan. Maar ja, de Algemene Rekenkamer doet dat soort dingen ook wel. Hè. Die heeft natuurlijk al een aantal projecten bekeken en doet dat over het algemeen erg goed. Maar bijvoorbeeld het onderzoek wat wij hebben gevraagd over de open source, daar moet ik echt zeggen, dat was een dramatisch rapport. Daarin zei de Algemene Rekenkamer zelf dat we qua standaarden lager moesten gaan zitten dan wat in Europa al was afgesproken. Dus ik zou graag echt een onafhankelijke organisatie hebben die zich niet gek laat maken door de lobby op dit soort punten. Mevrouw Fokker. Dan hebben we het over het CEO-stelsel. We hebben ook de Rijks-CEO. Hoe kijkt u daar tegenaan? Want u heeft het net over wat een Algemene Rekenkamer misschien zou kunnen doen. Maar zou je bijvoorbeeld zo'n Rijks-CEO ook geen bepaalde taak kunnen geven? En hoe kijkt u nu aan tegen het functioneren van de Rijks-CEO? Je zou hem zo'n taak kunnen geven, maar dan moet je hem lostrekken van het Rijk bijna, zeg maar. Dus het is... de Rijks-CIO probeert goede dingen te doen, maar ik vind dat hij weinig doorzettingsmacht heeft. Te weinig doorzettingsmacht en toch nog te veel, nou ja, duizend dingen doekje is. Ja, en hoe zou je dat dan, behalve los van het Rijk, wat misschien niet, maar hoe zou je dat dan kunnen oplossen, dat hij niet het duizend dingen doekje? Want inderdaad, we hadden de Rijks-CIO hier zitten en die zei, ja, om echt iets te bereiken moet ik soms zelfs naar de ministerraad. Ja, hoe krijgen we dat dan nou voor elkaar, dat die doorzettingsmacht er ook echt komt? Dan zou je hem dus losser moeten maken van de ministeries. Kijk naar we hebben een nationale ombudsman. Die durft ook van alles te zeggen zonder dat hij bang is dat de mond gesnoerd wordt. En kan u als Kamer informeren op allerlei terreinen. Dit is natuurlijk iemand die in het systeem zit. Dus die moet inderdaad binnendoor om dingen te bereiken. Je zou het eigenlijk buiten dat Huis van Thorbecke moeten zetten. Dus eigenlijk een soort nationale ombudsman voor ICT, als ik u volg. Niet een soort nationale ombudsman voor ICT, wel iemand die vanuit die positie kan acteren. Nationale ombudsman voor ICT, dat zouden we misschien ook wel nodig kunnen hebben, maar dat is een hele andere discussie, denk ik. Maar als je het echt hebt over dit soort kwetsbaar, hoe kunnen we de ICT minder kostbaar laten verlopen bij de overheid, dan zou het goed zijn om in ieder geval iemand die niet verbonden is aan die overheid daar neer te zetten. Op dit punt, collega Ulenbelt. U zei eerder van financiën in de Kamer was niet sexy, lang geleden. Dat hebben ze opgepakt en
moeten we niet naar analogie van het omgaan met financiën bij de overheid het gaan oplossen? Hebben we toen wetten voor gekregen? Comptabiliteitswet, dat soort dingen. Zou dat dan een richting kunnen zijn in plaats van iemand buiten? Nou ja, het probleem is, ten eerste, ICT en wetten gaan meestal niet zo goed samen. Want wat ga je dan vastleggen? Als het techniek is, dan is hij, voordat de wet al in de Eerste Kamer ligt, alweer te oud. Maar het punt is, we hebben afspraken, we hebben wetten. We hebben afspraken om ons te houden aan de arbit, wat een soort regelgeving is op het gebied van uitbesteding. We hebben regels op het gebied van IT governance. We hebben een IT governance hier in de Tweede Kamer. Kent u hem? Weet u wat erin staat? Weet u of die uitgevoerd wordt? Het is er allemaal. Het punt is dat er niks mee gebeurt. Het verdwijnt allemaal in de la. En dat heeft toch weer te maken met het feit van hoe assertief ben je op dat beleid. En zolang uw pc werkt, gaat u niet piepen. Maar dat er van achter van alles fout kan gaan en mis kan gaan en kan omvallen, daar heeft u nog niet naar gekeken. Maar het is dus een kwestie van handhaving wat u zegt. Ja, ik denk dat we volgens mij veel minder vooraf moeten doen, maar veel meer in die controlerende rol. Echt serieus kijken naar van wat gebeurt er nu. En daarom denk ik ook dat het van belang is om hier de staf daartoe uit te rusten. Want ik weet dat u als Kamerlid heel veel andere dingen aan uw hoofd heeft. Ik zat toen in de gelukkige positie dat mijn fractie zei van je mag echt je fulltime met ICT bezighouden. Dat is ook een positie die ik bevochten heb, maar dat heeft ook wel zijn vruchten afgeworpen, vind ik. Maar heel veel Kamerleden hebben dat niet. Die doen dat erbij. Of het komt voorbij bij sociale zaken, dan weer bij onderwijs. Het zijn allemaal in stukjes opgeknipt. En dan is het goed als je gewoon hier ook bij de staf mensen hebt die gewoon van alle projecten wat weten en dingen herkennen, lessen kunnen trekken en kunnen zeggen let daarop, let daarop, let daarop. Zoals ze ook stukken schrijven bij Financiën bijvoorbeeld, om u op vreemde zaken te wijzen. Waarvoor? Ja, u had het net inderdaad, ik wil een heel mooi overstapje maken naar de Algemene Rekenkamer. En u had het net over wat gebeurt er nu? Want eigenlijk een aantal rapporten van de Algemene Rekenkamer heeft u zelf middels een motie om gevraagd. Dus die rapporten zijn gemaakt. Wat vindt u zelf van de kwaliteit van de rapporten van de Algemene Rekenkamer? Nou, daar waar het gaat om de kwaliteit van het rapport over het onderzoek van open source en open standaarden, dat moet ik eerlijk zeggen, dat is een van mijn grootste decepties in de politiek geweest. Daar was ik erg over teleurgesteld. Omdat ik ervan overtuigd ben dat we... Kijk, open standaarden, voor zover u nog niet wist, dat is gewoon de discussie over het stickertje en het stopcontact. We hebben overal dezelfde stickers, overal dezelfde stopcontact, spreken met elkaar af. En dan kan alles erop aangesloten worden. U hoeft niet bij de ene bedrijf een lamp te kopen omdat u dat stopcontact heeft en bij de andere bedrijf een lamp omdat u dat stopcontact heeft. U kunt bij alle bedrijven een lamp kopen die op dat stopcontact past. Ja, dat lijkt me geen rocket science. Dat is echt iets wat gewoon moet. Dat hebben we ook in Europa afgesproken. Dat wat daar over open standaarden stond in het Algemene Rekenkamerrapport, dat was zwakker dan wat we in de Europese Unie hebben afgesproken. Dat verbaasde mij al. En er is zoveel afgedaan in open source. En ik heb begrepen ook van mensen die gesproken hebben met de commissie, die gewoon zeggen, ja, het komt niet terug. In het rapport, alles wat wij gezegd hebben, is niet teruggekomen. En ik had de hoop gehad van de Algemene Rekenkamer, dat is nu echt een onafhankelijke organisatie, die maakt nu een rapport die gewoon zichtbaar maakt waar de kansen liggen, waar de onzekerheden liggen. Want het is natuurlijk, het is ook geen heiligheid, open source, maar het heeft wel heel, heel, heel veel voordelen. En dat is gewoon in het niet geschreven. En ik weet dat in de IT-wereld daar mensen ook heel erg van overstuur zijn geweest, dat zo... Zo daar neer heeft gestaan. En ik weet niet of u het kent, het rapport Sorry We're Open. Het rapport wat ooit gemaakt is door een ambtenaar. Waarin berekend is hoeveel je per jaar zou kunnen besparen wanneer je niet meer licentieafhankelijk bent van Microsoft. Dat kwam, zegt even uit mijn hoofd, geloof ik, neer op een 4 miljard per jaar. Als je alleen al de licenties doorberekent. Dat is een hele hoop geld. Dat rapport dat bestond eerst niet volgens oud-minister Donner. Vervolgens was het geen serieus rapport. Uiteindelijk is het wel naar de Kamer toegekomen, maar ook daar is er niks mee gebeurd. Het beleid van pas toe of leg uit, wat oud-staatssecretaris Heemskerk heeft neergezet naar aanleiding van de motie Vendrick, daar is ook niks mee gebeurd. We leggen niks uit, we passen gewoon toe en we zorgen weer dat we continu vastzitten met allerlei afhankelijkheden, met alle risico's van dien. Maar als een bewindspersoon, of nee,
U zei, staatssecretaris Heemskerk, die kwam met iets en de Kamer deed er niks mee. Nee, de overheid heeft er niks mee. Precies, nee, dat bedoel ik. Ja. Als de overheid niks doet en de Kamer vindt dat er wel wat moet gebeuren, dan moet de Kamer natuurlijk ook rappelleren en erachteraan zitten. Ja, maar dat is ook niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Nee. En hoe gaat dat dan? Want u was actief, u vindt het tot op de dag van vandaag spijtig. Dat blijkt uit hoe u daarover vertelt. Ging u dan met uw collega's daarover praten en zeggen van, kunnen we er niet achteraan jagen dat het alsnog gebeurt? Hoe liep dat? Ja, dus zolang oud-staatssecretaris Heemskerker zat, gebeurde er wel wat mee. Zodra die weg was, is het verdwenen. Nou, dat op zich is al interessant om te kijken hoe zo'n proces dan op zo'n ministerie verloopt. Want volgens mij is het staand beleid. En zouden ook ambtenaren de opvolger daarvan op de hoogte moeten stellen. Dus, even, het is heel interessant wat u zegt. Omdat de toevallige, daar op dat moment zittende staatssecretaris oppikte wat de Kamer deed, liep het goed. En de man was nog niet weg. Of het hele beleid was weg. Ja, precies. Hetgeen toch merkwaardig is. En dat bedoelt u als u zegt, het zou toch staand beleid moeten zijn. Ja, precies. En dan begint volgens mij de controlerende taak van de Kamer. Van, en dan begint u opnieuw te trekken en met uw collega's te praten. En dan krijgt u het niet weer opnieuw aan de gang. Nou, volgens mij zijn wij ongeveer gelijktijdig vertrokken. En dus het kan niet precies dat punt herinneren van de overgang. Ik weet dat ik heel lang nog wel getrokken heb aan de open source. Maar dat er ook in de Kamer sommige partijen zijn dan ook weer belobbyd en dan krijg je weer het antwoordje, ja, maar open source is nooit, dat is niet alles heiligmakend en lost niet alles op. Nee, dat klopt. Maar op dit moment hebben we het meeste wat gesloten is en we komen er niet doorheen. Dus ja. Van Menen. Er loopt al heel lang een debat over de vraag hoeveel de overheid nou precies verspilt. We hebben hier bedragen die variëren ongeveer tussen 1,25 miljard en 5 miljard alleen al in de afgelopen weken gehoord. En de Rekenkamer heeft daar in het verleden ook iets over gezegd. En het lijkt erop dat er een belangrijk deel van de verspilling in het beheer zit. Dus, en anderen kijken uitsluitend naar aanbestedingen en of dat wel of niet iets oplevert en hoeveel daarin overschreden wordt. Uit wat u net zegt over dat rapport ook van die ambtenaar, over open source en wat dat kan betekenen. Is uw inschatting dat het inderdaad wel eens zomaar 4, 5 miljard is wat we totaal aan het vergooien zijn, inclusief dit aspect wat u noemt, het beheersaspect? Ja, misschien wel meer, want dit was volgens mij alleen berekend op de licenties die er draaien. Maar omdat wij die hele grote leveranciersafhankelijkheid hebben van één partij, namelijk zijn de Microsoft. Ja, je kan bijna niks anders, want die applicatie draait erop. Dus ja, we kunnen ook niet overgaan. Dus je zit volgens mij veel meer vast dan veel meer kosten nog als je dat doorberekent. Ga je dat ooit allemaal boven tafel krijgen? Ik denk het niet. Want er zijn heel veel rekenmodellen die je daarvoor kunt toepassen. Het verhaal wat de Algemene Rekenkamer schreef van als je overgaat op open source, dan levert dat pas op veel langere termijn voordeel op. Nou, Ede bewijst daarvan dat dat niet zo is. Die zijn dus op open source overgegaan en die zijn nu dus al een stuk goedkoper. Ede, gemeente Ede. Gemeente. Die hebben daar een rapport over. Als u wil, kan ik dat u doen toekomen. Maar dat is super interessant. Die hebben dus gewoon in no time heel veel geld bespaard op open source. En ze hebben inderdaad meer hulpvragen en meer ondersteuning nodig. Maar dan nog zijn ze per uur goedkoper in de ondersteuning en in de ICT. Dus ja, er wordt enorm veel geld bespaard. Het kan. Dat kan hier en morgen ook gebeuren. Interessant. Van Fokker bedoelde volgens mij een ander rekenkamerrapport. Ja, want u had in 2007, als ik aan de motie erbij pak, u verzocht de Algemene Rekenkamer om de omvang van de verspilling bij de Rijksoverheid van ICT te onderzoeken. Wat vond u van de kwaliteit van dat rapport? De kwaliteit was nog niet zozeer het probleem. Het probleem is de reden waarom ze dat niet konden onderzoeken eigenlijk. En dat is dat het gewoon niet gedocumenteerd is. En dat vond ik wel schokkend om te horen. En ik las dat ook weer terug in ons rapport. En vroeg me af of u dat ook nu bekeken heeft, of dat eigenlijk veel beter gedocumenteerd wordt. Want heel veel van die kosten en waar het precies zit, is dus gewoon niet opgeschreven. Ook bij de ministeries niet. Dat vond ik toch wel een vrij schokkende conclusie. Ik kan uw vraag wel beantwoorden. In 1995 is besloten om te stoppen met dat soort rapportages door toenmalig staatssecretaris Koonstam. En pas weer vanaf oktober 2007... zijn er voor het eerst weer allerlei overzichten naar de Kamer gestuurd naar aanleiding van de motie van de heer Hessels van het CDA, waarin die gegevens weer wel voorkomen. Ja. Maar ook daar
Ze zijn wat ingewikkeld opgeschreven, laat ik het. En het zit ergens in een bijlage. Precies. Maar de Kamer ontvangt ze wel. Maar dat maakt de controlerende taak voor u natuurlijk veel moeilijker als er geen helder overzicht is en ook geen eenduidig overzicht. En ja, ik, ook in mijn huidige werk ben ik bezig met projecten, met ICT-projecten. Zo moeilijk is het niet om duidelijk op te schrijven waar het geld naartoe gaat. Aan uren, aan hardware, aan software, aan licenties en dat soort zaken. En maar zeker is dat in die jaren een van de problemen waar ook de Rekenkamer op wijst is, wij kunnen niet eens vertellen of er, want er sprake is geweest van ondoelmatig gebruik. Ja, klopt. Omdat wij niet eens precies weten wat er nou eigenlijk uitgegeven is. Klopt. En dat is een merkwaardige conclusie. Ja, mee eens. En dat is dan nog een achterafcontrole. Maar wat mij veel meer zorgen baart is wat er nu op dit moment nog gebeurt. En of u dat wel goed in de gaten heeft. Omdat als de kosten hier en daar verborgen zitten, dan kan me wel wat voorstellen hoe je dat kunt verbergen. Want de externe die je inhuurt, die zet je onder uitzendkracht, et cetera, et cetera. Maar als het totaalplaatje niet duidelijk is en zo'n project, dat moddert dan vaak door, omdat men die kosten wel een beetje kan verbergen. Daar zit echt een groot probleem. Dus de Algemene Rekenkamer doet eigenlijk een onderzoek. En als ik inderdaad de vraag stel, hè, en dat is natuurlijk shocking wat er geconcludeerd wordt. En als ik u vraag, is dat heden ten dagen opgelost? Nou, volgens mij dus niet als ik meneer Elias zo hoor. Maar als u zelf, want u bent natuurlijk ook nog steeds geïnteresseerd in ICT. Dus als ik, en nog niet zo heel lang weg. Dus als ik de vraag aan u stel en niet aan meneer Elias, wat is dan uw antwoord? Ik ben nog niet zo heel lang weg, maar dit rapport is in 2009 uitgekomen. In 2010 ben ik als Kamerlid weggegaan. De rapportages die ik terugzie in de Eerste Kamer zijn niet zo eenduidig ingericht. Nee, ik denk dat dat niet verbeterd is. Dat vermoeden heb ik, ja. Dus feitelijk is er eigenlijk in die zin met de aanbevelingen van de Rekenkamer niet zoveel gedaan? Nee, dat zou dan de conclusie moeten zijn, ja. En die kwamen weer voort uit aanbevelingen van uw werkgroep? En daar is dus eigenlijk ook niet zoveel mee gedaan. Nee, eigenlijk is er helemaal niks met onze aanbeveling gedaan. Dus wat dat betreft kwam ik hier ook wel een beetje met de boodschap van, jongens, 5 jaar geleden hadden jullie het al kunnen weten. We hebben een handreiking neergelegd. We hebben 150 leden een kaartje gegeven. En vervolgens heeft iedereen geknipt. Want ik zag het om me heen gebeuren. Ja, wat moet ik hiermee? Weet je, wat moet ik hiermee? Ja, dit had u ermee moeten doen. Ja, ik zal het namens de commissie allemaal incasseren. Ja. Dan is er een, u bent er breed genoeg voor. Dan is er een algemeen overleg op 12 mei 2010... met staatssecretaris Bijleveld Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de ICT-projecten bij de overheid. En dan zegt u, en daar wil ik dit blokje mee afronden als u het goed vindt. De staatssecretaris gaat programmaraden en het dagelijks bestuur instellen. Die worden gekoppeld aan een breed ICIO-overleg. Dat is dan een samenwerkingsverband van alle CIO's van die departementen met hun verschillende status gezamenlijk onder leiding van de CIO Rijk. Hier snapt niemand meer wat van. Zelfs ik struikel over alle afkortingen. Het wordt niet helder. Het wordt alleen maar vager. Het wordt ingewikkelder. Er worden allerlei vreemde constructies opgetuigd om de regierol vooral maar niet bij één ministerie te hoeven leggen. Hier moeten wij gewoon ophouden. Ja. Dat vindt u tot op de dag van vandaag? Nog steeds helemaal, ja. We hebben geprobeerd als commissie met onze onvolprezen staf om een beetje inzicht te krijgen in hoe dat dan bij die overheid als geheel georganiseerd is. We hebben er geprobeerd een plaatje van te maken. Dat wil ik u even laten zien. Dat is van een enorme ingewikkeldheid, eerlijk gezegd. Dit is het. Ik denk dat de regie het nu ook wel even voorschakelt. Ik laat het u ook even zien via de bodem. Zou u deze aan mevrouw Gerkens willen geven? En op ons komt het niet erg overzichtelijk over. Wat is uw eerste reactie als u dat zo ziet? En dan in relatie tot wat u bij dat algemeen overleg, dat is een kamerdebat dat meestal in zaaltjes zoals deze plaatsvindt, heeft gezegd. Het feit dat ik hier al even nodig heb om dit te bestuderen, hoe het in elkaar zit, zegt volgens mij genoeg. Het ziet er redelijk dramatisch uit. Ja. Het is een voorlopig schetsje hoor. Het is nog niet een. Het heeft ook niet de wetenschappelijke potentie, maar het is wat wij nu gevonden hebben. Hoe je, als je een organisatieschema zou proberen te maken, hoe het er allemaal uitziet. En wij vonden het nogal ondoorzichtig.
Ja. Goed. Ik zie ook meteen allerlei dingen waarvan ik denk, ja. Wie zitten daar? Maar goed, aan externe. Goed, eens even kijken. Daarmee... U zegt expliciet, wie zitten er daar qua externe? Dat... Ja. Kunt u dat nog iets meer toelichten, waarom dat het eerste is wat in u opkomt als u het ziet? Nou, omdat ik... Nee, ik zie heel veel plekken waarop... maar het is eerst oogopslag waarin expertise op een bepaald gebied wordt gevraagd. We weten dat de expertise niet bij de overheid zelf zit, dus die huren ze in. Terwijl, en dat is ook mijn ervaring met het meldpunt wat we toen hebben gehad, maar ook met gesprekken die we hebben gehad volgens mij met de werkgroep. Externe worden altijd eerder geloofd dan interne. Want externe, die betaal je zoveel meer per uur dan de interne. Die kwaliteit moet wel beter zijn. En ik heb echt diverse gesprekken gehad met mensen die gewoon intern waren. Die zeiden, die jongen zit daar de hele dag, of die jongens. En als zij weg zijn, gaan wij het werk doen. Maar naar ons wordt niet geluisterd. Terwijl ik denk, ja, er zit soms best wel veel expertise hier in eigen huis. En we zijn altijd gewoon bang om... te vertrouwen op wat we hebben. Dus we huren het meteen maar extern in. En dan komt alweer de karavaan met de presentaties en de bijbehorende rekening daarvoor. Daar zit een pijnpunt. U gaf aan dat in de gesprekken die u hoorde dat externe eerder werden geloofd dan interne. En u zei zo net van ja, dan zei zo'n interne van wij gaan werken op het moment dat hij weg is. Heeft u van die mensen die verhalen aan u vertelden, ook, heeft u aan hen ook gevraagd of zij die signalen ook aan hun leidinggevende doorgaven? Ja. En wat gaven zij voor antwoord terug als u wellicht ook vroeg, wat wordt daar dan mee gedaan? Ja, nou, niets dus. Dat is wat zij dus teruggaven. Van ja, maar ze geloven ons niet, want die externe, ja, daar betaal je zoveel aan. Dat kan toch niet zijn dat die expertise minder is dan wat we hier intern hebben. Dus het is natuurlijk ook... Het is de angst om in de materie te willen duiken. En het gaat nou niet eens zozeer omdat je moet weten hoe de techniek werkt. En het is ooit in besloten tussen vier muren gezegd door de Algemene Rekenkamer bij het bespreken van een van die rapporten. Maar ik vond het wel de beste opmerking die ik ooit van hun gehoord heb. Toen vroeg ik dus aan hoe kan het dat al die projecten mislopen? Ze zei, ja mevrouw Gerkers, we hadden ook gewoon kunnen zeggen trek een boek projectmanagement uit de kast. Want dat is het. Ze laten eigenlijk het hele projectmanagement los en over aan externen... die daarmee gewoon zoveel invloed hebben op het proces... en je dus van alles wijs kunnen maken. Weet u nog wie dat zei van de Rekenkamer? Bij welke gelegenheid? Nee, dat weet ik niet meer. De gelegenheid was toen deze rapportages. Maar dat was een interne, besloten... De zogeheten technische briefing. Technische briefing, dat was het, ja. Van de Rekenkamer aan de Tweede Kamer. Maar het was dus een gekwalificeerde medewerker, waarvan het ook niet om gaat, eigenlijk hoe die heet, maar van de Rekenkamer die dat zei. Ja. Vond u dat niet schokkend? Ja en nee. Schokkend in die zin omdat je verwacht dat projectmanagement goed gedaan kan worden bij de overheid. Nee, omdat men bang is dat projectmanagement niet bij ICT past. En dat komt omdat als je geen verstand hebt van de techniek, dan ben je bang dat je fout gaat op die techniek. Dus laat je dat stukje te veel los. Terwijl uiteindelijk hoef je niet te werken... weten hoe het werkt. Je moet alleen zorgen dat het werkt. Dus ik hoef niet te weten hoe mijn auto de motor in elkaar draait en doet. Ik moet er wel op kunnen vertrouwen dat als ik hem koop, dat hij dat doet wat ik wil. En dat is precies waarom je niet bang moet zijn om dit project zelf te willen managen. En dat is toch wat er gebeurt. En als je het niet weet qua techniek, er zijn zoveel mensen die je bij willen praten. Er zijn zoveel mensen die extern willen meekijken en zeggen van, hey, hier zie ik iets geks. Een audit is zo snel gedaan. Dus wat dat betreft denk ik echt van... we moeten veel meer het heft in eigen handen nemen. En ook durven te vragen. Vervolg. Dan wil ik nu nog even met u naar de Tweede Kamer. Want als je veel meer het heft in eigen handen neemt... en als je dan je realiseert... daar hebben we het al even over gehad... dat bijna in alle dossiers ICT zit. Dat we natuurlijk verschillende vaste kamercommissies hebben. Hoe zou je daar dan praktisch... in de Tweede Kamer invulling kunnen geven. Hè? Want als je het dossier bekijkt, u zat in het verleden bij algemene overleggen van Binnenlandse Zaken, die gingen specifiek over ICT. Maar hoe zou je nou bij andere vaste commissies het onderwerp ICT op de agenda kunnen krijgen? Het grappige is dat ik daar met meneer Ulebeeld ook wel eens over heb gehad. Want op het moment dat de UWV ter sprake was, dan zit er een stuk ICT tussen. Waarvan we geloof ik toen de tijd ook al wisten dat het misging met werk.nl.
Wat overigens nog steeds dramatisch is, waar nog steeds niks aan gebeurd is. Dus dan vraag ik me af, van, wat gaat daar mis? Maar er zit natuurlijk, daar zitten twee aspecten aan. Er zit gewoon het technische aspect aan van het moet werken, want dat is fijn. Maar het moet vooral werken omdat we mensen aan werk willen helpen. Dus als het niet werkt, en dat komt dan het hele grote, meer ideologische verhaal achter. Ik denk dat het onmogelijk is voor ieder Kamerlid om precies te weten waar de technische pijnpunten zitten. Dat zou je op twee manieren kunnen oplossen. Je zou bijvoorbeeld de dubbelwoordvoering kunnen doen op zo'n terrein, als het echt gaat om dat soort hele grote projecten als bij het UWV. Waarbij je een eigen specialist vanuit de fractie mee mag nemen. En stond meneer Ulebelt daarvoor open? Meneer Ulebelt stond open voor adviezen van mij, absoluut. Maar hij wilde het wel zelf doen. Dus we hebben even gekeken waar hoort het thuis. Maar dat... Het dubbelwoordvoerderschap is er niet van gekomen, toch? Nee, maar dat was toen de tijd ook weinig mogelijk. En meneer Ulebelt wist voldoende van de ellende. Dat ik er ook vertrouwen in had dat hij dat goed ging doen. En dat zeg ik echt naar alle eerlijkheid. Dat heb ik niet bij iedereen altijd gedacht. Het tweede is dat ik echt, wat ik net zei, de staf gewoon echt verbeterd dient te worden. Want dat zo zou je het echt kunnen doen. Ik ben geen financieel specialist. Ik heb wel verstand van financiën. Ik kan begrotingen lezen, boekhoudingen. Ik kan ze zelf maken, want anders zou ik niet mijn functie kunnen uitoefenen. Maar dat is nog wat anders dan rijksbegroting lezen, et cetera, et cetera. Nou, de staf maakt daar altijd een fantastisch verslag bij, waarin ze opvallende dingen noemen. Ja, omdat de staf daarin gespecialiseerd is en dat kan en ondersteunend is aan de Kamer. Wij hadden die staf gewoon al lang moeten hebben. Die rol zou vervullen, die gewoon zou kijken van ja, hier zit ook nog wel wat op het gebied van ICT waar grote risico's in zitten. Ik nog even aanvullend. U zei in een interview op 1 juli 2008 met Digitaal Bestuur op de vraag, een beetje hetzelfde verhaal. Hoe voorkom je dat bij een debat over het opzetten van een shared service center, ik citeer, voor de personeelsvoorziening bij de overheid, de fracties hun HRM-deskundige inzetten, hun personeelsdeskundige inzetten, terwijl het dan gaat om het beoordelen van de gekozen ICT-bedrijfsvoering? Dat is de vraag die we hier net ook een beetje aan de orde hadden. Ja. En toen zei u, dat voorkom je niet. Nee, je voorkomt het ook niet. Maar, wat je, maar wat we zouden dat eigenlijk wel moeten voorkomen. Kunnen we er iets voor bedenken? Nou, ik weet niet of je het zou moeten voorkomen. Ik denk ook dat de vraag namelijk niet helemaal klopt. Omdat, dan gaan we, ik zeg altijd, ga terug naar de basis. Als je een keuze maakt voor een HRM-systeem, dan wil je dus dat dat HRM-systeem iets doet. En wat je wil dat het doet, heeft te maken met je personeelsbeleid. Dus het is en inhoudelijk van belang en technisch van belang. En het enige wat je hoeft te doen bij dit soort projecten is bedenken, wat wil ik inhoudelijk nou kunnen? Niet te veel op te tuigen, daar overeenstemming over te hebben en vervolgens naar de techniek te gaan en zeggen, dit wil ik. Wat kost me dat en hoe kan je het bouwen? En is het er al? En allemaal wat we in de handreiking hebben opgeschreven. En maak een impact assessment, zorg dat je kijkt van wat ik nu heb, gaat het werken? Tuig het niet te veel op en tuig het ook niet in de loop van de tijd te veel op. Want dat is ook wat er heel vaak gebeurt. Maar goed, de Kamer als er dan problemen zijn, dan zou zo'n ICT-woordvoerder in de Tweede Kamer moeten piepen, aan de bel trekken en eigenlijk bij al die projecten die over al die verschillende departementen lopen, betrokken moeten zijn. Maar het probleem is natuurlijk dat we ook in die fracties, zeker naarmate ze groter worden, eigenlijk de verkokering van de departementen hebben gereproduceerd. Klopt. Dus dat stukje ICT moet je eruit halen. En dan gaat het alleen over, nee, zeg ik maar weer, op welke manier zet je dat op? Dus heb je een eenduidig overzicht over hoe het project loopt, welke go- en no-go momenten er zijn, over hoe het project geadministreerd wordt, welke inzage de Kamer daarin heeft, welke risico's het omvat en welke niet. Houden we ons aan de IT-governance die er ligt? Houden we ons aan de arbeid die er ligt? Gewoon hele simpele vragen. Die kan je ook een checklist maken en afchecken. En als je ze eenduidig maakt, dan kun je ook benchmarken. Dan kun je ook kijken, hey, hier loopt het toch wat gekker. Dat hadden we bij dat project niet. En dan hoef je misschien niet eens een ICT-specialist te hebben. Dan kan ook gewoon de gewone woordvoerder dat doen. Met ondersteuning van de staf die uitlegt van, hey, we zien hier iets geks. Wat we ook bij justitie zagen, maar daar bent u geen woordvoerder. Maar daar vergelijken we het nu even mee. Daar ging het beter, dus hier zou u vragen kunnen stellen. Ik leg u nog een citaat voor, dat is uit 2012 in AI-bestuur.
Citaat is van de journalist, dus ik kan het rustig citeren. Het woordvoerderschap ICT is vaak niet de meest populaire portefeuille in een Kamerfractie. Soms bestaat zelfs de indruk dat die post terechtgekomen is bij degene die het slechtst heeft opgelet toen de taken bij de eerste bijeenkomst in de nieuwe fractie werden verdeeld. Het zijn natuurlijk uitzonderingen, daar bent u daar ongetwijfeld één van. Maar hier staat in gewoon Nederlands, die portefeuille komt vaak bij backbenchers terecht die geen duik in een pakje boter slaan. Is dat ook uw ervaring? Nee, niet altijd. Maar wel vaak dus? Ik weet niet wat de vaak is. Ik denk dat het 50-50 is. Het hangt vanaf hoe groot de fractie is en wat de expertise is in de fractie. Ik denk even met mevrouw Van den Burg van uw fractie. Ja, die heeft gewoon een ICT-achtergrond en die wist waar ze het over had. En zo waren er meer in de Kamer. Maar er zijn ook mensen die gewoon erin rollen omdat dat onderwerp er nu even bij hoort. Het is verschillend. Maar wat je zoekt is niet iemand die dat kan doen omdat hij kennis van zaken heeft. Wat je zoekt is iemand met passie. En iemand die vanaf het begin af aan zegt, daar wil ik meer van weten. Ja. En daar ga ik bovenop zitten. Dat bedoel ik met passie. Dus die in het onderwerp. En dat, ja. U had het ook heel mooi over gezond verstand. Toen moest ik wel even denken toen ik dat schema zag en daarna nadacht over dat gezond verstand. Toen moest ik wel even nadenken over wat gezond verstand. Maar inderdaad, passie, gezond verstand, dat is misschien ook heel belangrijk. Ja, het is, en wat ik zeg, niet bang zijn. Want het is helemaal geen enge materie. Het is gewoon simpel iets wat je wil dat het doet. Weet wat je wil, kader dat goed af, stel de vraag en zorg dat je het controleerbaar terugkrijgt. En laat je niet verleiden tot alles wat nog meer mogelijk is en wat allemaal kan. Als u een bepaalde pond met geld heeft om een huis te bouwen op een stukje grond wat u heeft aangekocht, dan weet u hoeveel slaapkamers u wil, hoeveel badkamers, hoe groot de tuin moet zijn. En als iemand dan komt en zegt, ja, maar ik kan nog een mooi torentje erbij bouwen, misschien ook een kelder erin doen en zo, dan weet u bij voorbaat dat het budget overtroffen gaat worden. En laten we dan ook niet verleiden door te zeggen van ja, maar dan maken we het fundament wel alvast groter, want dan kunnen we later nog die torentjes erop bouwen. Laat het doen wat het moet doen. Zorg dat het aan open standaarden voldoet, zodat als het ooit op een ander systeem moet draaien, dat het op een ander systeem kan draaien met een eenvoudige koppeling, dat je niet alles weer overnieuw moet bouwen. En zorg dat het tijdbestendig is. That's it. Nou, dat lijkt me prachtig, heldere slotwoorden. Wat wilt u ons nog absoluut meegeven? Dat u zegt van nou ja, als ik dat niet heb verteld hier, dan gaat er iets mis. Nou, misschien mijn teleurstelling over het feit dat u hier zit. Ik hoop dat u dat niet persoonlijk bedoelt. Nee, dat bedoel ik niet persoonlijk. En u bedoel ik ook in meervoud. Maar u heeft het ook in de pers kunnen lezen. Ik vind echt, we hebben gewoon in 2009 gezegd wat er mis was. We hebben geprobeerd het onder de aandacht van de overige Kamerleden te brengen. De staf voelde ook de noodzaak die ons toebegeleid heeft. Er had geen parlementaire onderzoekscommissie moeten komen. We hadden niet gewoon 5 jaar na dato opnieuw dit onderwerp op tafel moeten hebben. Er had gewoon betere controle moeten zijn. Wij betreuren dat zelf ook. Maar wij zullen uw pogingen op een misschien weer andere manier proberen alsnog tot iets succesvols te laten leiden. Ik dank u zeer. Wij gaan door om 3:30 met het volgende gesprek. Ik schors de vergadering.